Ja, alles start met een boek natuurlijk. Hè. En de affiniteit die ik heb voor Jeroens werk in het algemeen. Ik denk dat vertrouwen iets echt heel, heel belangrijk is. Zeker als je creatief bezig bent. Vertrouwen is ook iets wat wel in de film en het boek prominent aanwezig is, toch? Right, daar heb ik zelfs nog niet over nagedacht, maar inderdaad, dat is zo. Het gaat over hoe vertrouwen een rol kan spelen in heel extreme omstandigheden. Over vriendschap. En de grenzen daarvan, de mogelijke grenzen daarvan. En liefde. En jij hebt Tim vertrouwd met jouw boek. Ja, omdat ik voelde dat hij het absoluut wilde maken. Ik wilde natuurlijk dat boek ook absoluut maken. En dat vuur zei ik direct ook bij Tim. Ja, bij mij is het eigenlijk echt gekomen met kinderen te krijgen. Maar je krijgt zo'n andere dimensie als je kinderen hebt. Je vraagt je af, wat hebben mijn grootouders gedaan? Waarom hebben ze de dingen gedaan die ze gedaan hebben? Of niet gedaan die ze gedaan hebben? Wat zou ik gedaan hebben? Moest ik in hun schoenen staan? En waar is die tijdslijn langs de andere kant? Is waar... Als ik die conversatie ga hebben met mijn kleinkinderen. De film en het boek, daar zitten wel wat verschillen op. Ik denk dat je heel duidelijk moet maken, een boek is een boek en een film is een film. Ik vind het leuk als een film voor iets kiest en daarin doorgaat. Het was mijn concept om inderdaad een rollercoaster van een film te maken. Waar dat je tijdens het zien van de film geen tijd hebt voor een reflectie. Ik dacht, die reflectie moet er wel komen. En dat komt op het einde van de film. Veel mensen zeggen, de film begint pas als hem gedaan is. En dat klopt voor dit wel. En ik denk wel dat het DNA van het boek ook in de film zit. Ik denk dat elke regel in een boek of elke comma in een boek in de film zit. Niet letterlijk, maar wel qua thematiek, sfeer en adem. Ik denk dat het een heel gelijkaardige energie is, ja. Er kunnen zoveel dingen fout lopen met film. Bij mij zit het gewoon achter mijn laptop. En dan is het helemaal straf dat je een film maakt die absoluut voor een breed publiek geschikt is, die echt een rollercoaster is en tegelijkertijd ook gewoon de belangrijke morele vraag die in het boek zit, dat die ook in de film zit en dat die feiten ook demonstreert van wat ik met het boek heb trachten te vertellen. Ik denk dat we allemaal zitten opgesloten in iets wat ik noem het vrede heden, dat is de menselijke conditie. We weten niet wat er morgen gebeurt. We nemen beslissingen, of we denken dat we beslissingen nemen, maar we kunnen de gevolgen soms een minuut later zien, soms de dag erna, soms jaren erna. Dat is wat de film ook laat zien. Wilfried Wils, Merlode en Yvette, die drie, die zitten op een roetsbaan en die weten niet wat er gaat gebeuren. En er is angst en is tegelijkertijd moed. Je probeert je recht te houden terwijl dat heden gewoon aan je sleurt. En tijdens extreme omstandigheden, ja, dat je keuzes moet maken, zodat je niet van weet van wat de gevolgen ervan zullen zijn. In het licht van vandaag, hoe moeten we de film en het boek daarin plaatsen? Kunnen we daar iets mee? Ja, ik denk absoluut. Zoals ik er juist al zei, ik denk dikwijls aan een dialoog met mijn kleinkinderen. Ik denk maar alleen maar aan de natuurontwrichting. Ik denk de keuzes die in artificial intelligence moeten gemaakt worden. Daar zitten we echt op een breekpunt. Moeten we de juiste beslissingen nemen? Ik kan mij al voorstellen als mijn kleinzoon of kleindochter tegen mij zegt, waarom heb je gedaan wat je gedaan hebt? Dan zou ik zeggen, ik stond erbij en ik keek ernaar. Morele oordeel komt meestal na de feiten. We kijken terug. Maar onze kinderen en onze achterkleinkinderen gaan wel degelijk oordelen over ons. En in feite zijn er maar drie categorieën. Wat is uw verzet geweest? Wat is uw collaboratie geweest? En wat is uw neutraliteit geweest? En dat oordeel, je weet dat dat nu al genadeloos zal zijn. En je kunt van alles zeggen natuurlijk. Je kunt zeggen van, kijk, binnen die omstandigheden, ik heb voor mijn gezin gezorgd, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Morele oordelen zijn op dat vlak altijd genadeloos. En dat weten we. Alleen zeggen we dat heel weinig tegen elkaar. Zit er nog een samenwerking in, denk je? Tuurlijk. Hij heeft mij juist iets voorgelezen en dat klonk al heel interessant.